elkaar. Dus ik doe gaarne een beroep op u. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Dassen van Volt. Dank u wel, voorzitter. Gezamenlijk als Europa onszelf de crisis uit investeren richting een duurzame, digitale en sociale Europese toekomst. Als lidstaten van de Europese Unie middels de noodzakelijke hervormingen en investeringen naar elkaar toe bewegen in plaats van elkaar weg. In een tijd waarin onze eenheid en solidariteit van buitenaf en van binnenuit op de proef wordt gesteld. Door de bestaanszekerheid van mensen en sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis te herstellen en te vergroten. Dat is de kern van het herstelfonds waar we vandaag het debat over voeren. En voorzitter, ons kabinet had de kans om dit eerste concept herstelplan breed te spreken en aan te roeren in de samenleving over waar het herstel het hardst nodig is en hoe. Met zoveel mogelijk mensen en sectoren, met de groepen die de pijn het hardst hebben gevoeld. En met organisaties die de meest vernieuwende ideeën hebben. Nu niet eens van bovenaf, maar met een klein groepje, maar beslissen waar het geld naartoe gaat, maar juist in gesprek met sociale partners, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. In de geest van hoe het herstelfonds oorspronkelijk bedoeld was. En voorzitter, ik hoop dus dat de minister in haar termijn kan uitleggen hoe het kan dat partijen als decentrale overheden, de provincies, de gemeenten of maatschappelijke organisaties, het FNV of de culturele en creatieve sector zeggen, wij zijn eigenlijk niet aan bod gekomen. We stonden voor dichte deuren. Hoe is dat mogelijk? Zeker na de aangenomen motie van afgelopen jaar die door de Kamer gevraagd is juist om met deze organisaties in gesprek te gaan. Wij willen dan ook graag opheldering over welke bedrijven en organisaties er wel aan tafel hebben gezeten. En welke gesprekken hebben geleid tot de plannen zoals ze er nu liggen. Is de minister bereid om middels een lobbyparagraaf hierover duidelijkheid te verschaffen? En is de minister bereid de geldstromen vanuit een herstelfonds openbaar, inzichtelijk en daarmee dus ook controleerbaar te maken? Oftewel, welke bedrijven en organisaties voeren uiteindelijk met behulp van de Europese miljarden de plannen van het kabinet uit? En voorzitter, ik vraag dit niet alleen vanuit het oogpunt van transparantie, maar ook omdat ik zie dat met name de grote industrie lijkt te profiteren. Bijvoorbeeld door meer dan 2 miljard dat wordt uitgetrokken voor het plan voor wind op zee en waterstof. En natuurlijk zijn dat belangrijke projecten voor de transitie. Maar het geld gaat hier wel mee naar de grote industrie. En kan het geld ook niet ingezet worden voor het MKB en voor gezinnen die kampen met energiearmoede? Zij zijn namelijk degene die het hardst geraakt zijn door die coronapandemie. En waar is de 2% voor de culturele en creatieve sector die het Europees Parlement bepleit heeft en die ook door veel partijen hier in de Tweede Kamer in het Europees Parlement gesteund is? Die sector liep ook voor de coronacrisis al op haar laatste benen. En kan de minister garanderen dat dit plan de zogenoemde gendertoets haalt? Oftewel, draagt dit plan nu echt bij aan gendergelijkheid? Voorzitter, ons kabinet lijkt het herstelgeld vooral te gebruiken om plannen uit het coalitieakkoord te bekostigen. Er wordt ook wel gesproken van een boekhoudkundige truc van het kabinet. En als we kijken naar de gewenste hervormingen in de richtingen van de zuidelijke landen, waar we terecht heel streng, dan lezen we over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek helemaal niks. En voorzitter, wat zijn de overwegingen geweest om deze niet mee te nemen in de aanbevelingen? Daar zou ik graag een reactie van de minister op willen. Voorzitter, wat Volt betreft wordt de focus van het herstelfonds dus ook deels verlegd. Dus reserveer 2% voor de culturele en creatieve sector. Kom met projecten om de benodigde klimaat- en digitaliseringsspecialisten op te leiden. En zet meer geld in voor slecht geïsoleerde huizen. Door die te innoveren om zo de energiekosten van de huishoudens met de kleinste portemonnee omlaag te brengen. Zoals ook in andere landen als België en Oostenrijk is gedaan. Maar geef ook ruimte aan de creatieve ideeën die in de verschillende lagen in de samenleving leven. Voorzitter, tot slot. Volt hoop dat het kabinet werk maakt van de kans om de ambitie voor een Nederlandse voortrekkersrol in Europa waar te maken. Daar hoort een ambitieus, transparant herstelplan bij. En in samenspraak met de samenleving, vol creatieve ideeën en gericht op die groepen die het herstel het hardst nodig hebben. Het MKB, de culturele en creatieve sector en vrouwen. Dat is waar het herstelfonds voor bedoeld is. Dank u wel.